Ik heb gekozen voor het kunstwerk van Piero Robbier. Hij is een auteur, maar daarnaast ook schilder. Een werk uit 1993, een controversieel werk. Ik vind ook dat dat de rol en de opdracht ook is van kunst om het debat aan te wakkeren en dat zeker en vast niet uit de weg te gaan. Hier gaat het dus over een bewoner van de concentratiekampen. Eigenlijk hoe in Duitsland midden jaren 30 de onverdraagzaamheid heeft geleid tot de vernietigingskampen. En dan zitten we in het eerste deel van de jaren 40. Hoe de wereld daar ook op de dag van vandaag nog altijd niet immuun voor is. En het is dus taak en opdracht van ieder van ons om ons bewust te zijn dat onverdraagzaamheid heel snel leidt tot een volgende stap. En dat is dus het uitschakelen van de medemens. Het werk heet Man met vele eigenschappen of Dichter in Nieuw-Westerbork. Westerbork was een doorgangskamp, had eigenlijk een vergelijkbare functie hier in België met de Dossijkazerne in Mechelen, voordat mensen werden eigenlijk afgevoerd, letterlijk, richting de vernietigingskampen, richting de arbeidskampen. En dan zitten we in Auschwitz, in Sachsenhausen, in Birkenau. Het is een schande die Duitsland er op de dag van vandaag meedraagt, maar waar we met z'n allen moeten voor zorgen dat die olievlek niet verder uit. De Duitsers hebben daar secuur leren mee omgaan. Het is ook aan ons om ons daar altijd van bewust te zijn. Onverdraagzaamheid leidt altijd tot een onherstelbare stap. Ik ben Marino Keulen. Ik ben verkozen voor Open VLD. Ik heb gekozen voor dit werk van Piero Robbier. Het heeft een signaalfunctie. Staat ook in het werk verwerkt. Signaal was ook de naam van een Duits propagandatijdschrift tijdens de bezetting. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.